Hallo mensen, de tornado is over zoals jullie de vorige keer hebben gezien, maar alles is kapot. Dus we moeten nu heel snel alles wat we kunnen herbouwen, gaan herbouwen. Het ziekenhuis moet herbouwd worden, de huizen moeten herbouwd worden, de plantages moeten herbouwd worden. We hebben gelukkig wat geld gekregen van buitenaf. Die mensen die vinden het zielig wat hier gebeurd is, dus die hebben allemaal geld overgemaakt. Dat vind ik fijn. Want dan kunnen wij gewoon de boel herbouwen. En oh, dat is ook allemaal kapot. Kijk, dit gaan we herbouwen. Dit gaan we herbouwen. En dit ook. Dit krijgt mijn hoge prioriteit, want hier komt geld vandaan. En geld, dat is mooi. Is mijn vissermans ding nog heel? Ja, die is nog heel. Dus die inkomsten hebben we. Volgens mij is nu alles wel redelijk gerepareerd. Ik kan me nog iets van herinneren dat hier ook een gebouw stond. Is de hele basisschool nu gewoon weg? Is de de hele basisschool is weg. Ja, dan wordt weer een basisschool bouwen. Hey, nou, gezellig. Even verkiezingen. We moeten een speech houden. Ik denk dat healthcare is momenteel een groot probleem, dus daar moeten we aandacht aan geven. Aan wie gaan we dat doen? Ik denk dat de communisten, die kunnen wel nog redelijk overhalen om op ons te stemmen. Dat gaan we ook doen. En dat doen wij door, we gaan het hebben over goede gezondheidszorg. Ja. Doe je speech. Hieronder staan de stemmen. We hebben de eerste verkiezing nog wel kunnen winnen. People of Tropico, I would like to address you in this crucial time of our development. In this dire time. We have managed to pull through and have economic growth despite all adversity. I salute you for that fact. I must warn you about the so-called... Ja, ik vind dat leuk om even naar je speech te luisteren, maar ik ben ook een video aan het maken, dus dat is niet zo heel handig. Je ziet dat langzaamaan alles een beetje herbouwd wordt. Maar het gaat nog wel even duren voordat alles er weer staat. En ik heb ook niet het budget om nu nog heel veel uit te gaan geven. Omdat ik gewoon heel veel geld misloop momenteel. Dan moet ik even wat bedenken. Gooi je wel gewoon hier een museum neer? Zo. Ja, maar die kan dus niet gebouwd worden omdat de bouwers bezig zijn. De tabaksplantage wil ik ook eigenlijk nu wel weer hebben. Want dan kunnen wij een sigarenfabriek neerzetten. En dan kunnen mensen natuurlijk flink gaan paffen. Ja, zo heet het. Ik moet even weer meegaan met de jeugd. Dus ik noem dat nu paffen. Mensen moeten gewoon even weer flink... jonko klappen zeggen ze volgens mij. Dat moeten ze even flink gaan doen. Dus daar gaat ook mijn prioriteit naar uit. Dat we in ieder geval de tabaksindustrie gaande kunnen krijgen. Want dan hebben we weer... Ten eerste wat om aan de Amerikanen te verkopen. En ten tweede... Iets om de bevolking even rustig te houden. We gaan nog geen fraude doen, dat is nog niet nodig. Fraude is niet nodig op dit moment. Peace and love, dear Presidente. Ja, stop met boom maken. Wakker geen boom, want het bedrijf staat niet meer. Oké, de tabaksplantage wordt nu weer gebouwd. We hebben gewonnen, zag ik aankomen. Oké, de tabaksplantage die kan weer aan het werk, de mensen die daar werkten. Eén kerel die is al aan het werk. Deze man die komt uit Italië of uit Ierland, dat weet je nooit. Het kan allebei. Social security, daar gaan we niet in. The people demand actions. Your signature on this edict. Nee, gaan we niet doen. Ik kom me niet zo graag tevreden, maar ik ga niet zomaar allemaal wetten invoeren. Ik wil ondertussen wel naar het ministerie kijken of we al ministers aan kunnen stellen. En anders moet ik echt... nu hebben we echt het geld ervoor. Mensen gaan inhuren en ik ga dat ook maar doen. Nu gaan dus mensen vanaf buitenaf gaan dus onze ministers worden. Dus ik heb nou gewoon bijna €8.000 neergetikt. Puur om ministers te krijgen. Nou, we gaan hier een zoutmijn plaatsen. Hoppakee. Denk je, hoe komen we daar? Met de wegen die we aanleggen. Loopt hier een weg? Ja. Dat klopt. Je gaat een hele lange weg lopen. Zo. Hop. 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 Zo. Toen lag er een weg. Ja, zo simpel gaan die dingen.
dit is toch echt. Er staan bijna 10.000 in de mee. We moeten nou even iets verzinnen. We gaan zo nog geld krijgen van Amerika, denk ik. En van de... van de communisten. Oké, dat hebben we nu gekregen. We staan nu minder in de min. Maar nog steeds niet echt op een comfortabele positie. We moeten even wachten tot de nieuwe importer is geweest. En de, want dan kunnen we ook weer exporteren. Want we hebben denk ik nog wel gewoon genoeg vis. Ja, meer dan genoeg vis dan dat opgevangen kan worden. Helemaal prima. Dat is goed. We hebben ook nog genoeg huizen. Dus dat is ook geen probleem. Dus daar gaan de mensen ook niet over klagen. Want ik ben bang dat er binnenkort weer verkiezingen aankomen. En de happiness is onder de 50% momenteel. Oké, we staan weer in de plus. Goed. Nou moet ik even denken. Want we moeten niet nog een keer in de economische crisis komen. Ik denk meer plantages aanleggen dan. Starvation, took 7 victims. Ja, dat is wel hoe communisme werkt, toch? Ben ik nou gek? Voor mij is dat hoe communisme werkt. Dat je uiteindelijk gewoon verhongert. Bananen. Hebben we bananen ergens? Kunnen we bananen verbouwen? Ja, hier kunnen we bananen verbouwen. Dat is mooi. Dat gaan we dus ook doen. Bananen. Zo. Weg er naartoe. Ja, ik let gewoon even niet meer op het geld. Het gaat nou om de investering. Kan aan de lonen kan het niet liggen, want die krijgen ze niet. Hebben we nog ministers aanwezig? Ja, jij bent minister van Economische Zaken. Gefeliciteerd. Jij bent ja, gefeliciteerd, onderwijs. Hier is gewoon niemand meer voor. Binnenlandse Zaken hebben we één keer al voor. Nou, vooruit, gefeliciteerd. Ja, deze is toch al bijna met pensioen, dus die mag ook wel minister worden. Prima. Kijk, we staan weer 6.000 in de min, maar we verbouwen nu wel bananen. Dat moet je dan ook weer meenemen, hè? Kijk, we hebben hier ook winst gemaakt. Rebel Attack, alweer. Maar nu hebben we een leger. Nu hebben we een leger in de zoutmijnen. Oh ja. Hé, hey, we hebben een zoutmijn. Heeft dat wel geld verdiend? Nog niet. Kop nog. Maak maar woord, kop nog. Oh. De Academia of Science is nu 50% goedkoper. Dat is mooi. Dat we dat ding maar neer moeten zetten. Nu we hem kunnen betalen. Want dan hebben wij hoogopgeleide mensen. En hoogopgeleide mensen zijn hoogopgeleid. Dat kan ik waarderen. Presidente, I just got a call from a foreign investor. Hij wil een corn farm hebben. Ja, als hij dat betaalt. Nou, je mag best. Nee, prima. Kijk, zo. Hoppakee. Ik ben mijn land momenteel aan het verkopen, joh. Maar dat maakt niet uit. Hey, dat maakt niet uit. Zo. Verkiezingen. Ik maak me oprecht zorgen om die verkiezingen. Ik sta voor in de polls. Dat is goed. Dat betekent dat ik een langere termijn heb. Waar gaan we het over hebben? Housing. Of healthcare. Ja, healthcare gaan we het over hebben. Dat doen wij voor... ja, iedereen is eigenlijk wel tevreden met me. Doen we voor de religieuze mensen. Moeten we het eigenlijk ergens aan moeten hebben over religie. Ja, daar maken we ons zorgen over. Religie. Is niet zo. Maar in dit geval even, doen we even alsof. En wat gaan we doen? Kerk bouwen. Nee. Ik denk dat dit wel voldoende zou moeten zijn voor nog een termijn. Chinezen willen nog meer geld. Prima. Dat doen we gewoon. We zouden nog iets bouwen. Een wapenfabriek gingen we bouwen. Zo. Ja, plaatsen we hier. Ik denk dat we bezig moeten met toerisme. Ik denk dat dat nog iets is wat we kunnen doen. Toerisme dok. Ja, we moeten eigenlijk dat aan een beetje een afgesloten deel van het eiland doen. Hier. Hier mogen de toeristen wonen. Zo, we gaan er wel gewoon natuurlijk een weg aanleggen. Kijk hoor, hoe doen we dit? We moeten even zorgen dat dit handig gaat. Hij kan hier. Ja, hier. Kijk. Oké, toerisme. Toerisme, heel goed. Hier leggen we een weg aan. Helemaal van hier. Hop. Hop, hop. Hop. Ik had eigenlijk daar langs gemoeten, of niet? Ah, joh, maar niet. Hop. Zo, hoppakee. Gewoon daarop aangesloten.
Hier gaan wij toeristisch gebiedje maken. Ik ga dit ook gewoon even quick melden, want ik heb geen te wachten. We leggen hier gewoon even een mooie weg aan zo. Ja, heerlijk toch. Als jij een toerist was, hè, en jij moest ergens op vakantie gaan, dan wil je toch ook gewoon naar het prachtige Tropico. Dat is toch prachtig. Kijk, dit is dan gewoon een mooi natuurstukje en dit gaan we dan bebouwen. En ik denk dat het eerste wat we moeten doen... Ja, we kunnen ook bungalowtjes doen, dat is ook wel grappig. Maar ik vind het nog... Ja, we gaan eerst gewoon hotel kopen we. Hier gewoon, hop, hotel. We gaan proberen de natuur zo ver mogelijk intact te laten. We gaan het proberen. Ik ga niks beloven. Voordat ik daar weer comments over krijg van jij natuurvervuiler. Weet je wat we doen? We gaan het voor hier nu. Volgende keer gaan wij bezig met toerisme. Dus geniet nog even van het prachtige eiland. Zo. Dan moet ik even een mooie angle hebben. Wacht, is dit een mooie angle? Nee, dit moet een mooiere angle. Ik heb nog maar één ding en dat is later.